Peter, vandaag de rendang. Een nieuw recept. Wat gaan we er allemaal in doen? Nou, we gaan erin doen de uien. Uien? 6 salotjes. Nou, we gebruiken vandaag de blender, hè? Ja. En? Hier heb ik een kruidnagel heb ik even gevijzeld. Ja. We doen kokosmelk in. Ja. Assen. Geraspte kokos. Ginter gaat erin. Koeniet gaat erin. Peper. Rode peper. Katoenbar. Sterrenijs. Djoeboerenblad. Een gember. En een laos. En knoflook. En het vlees, dat hebben we hier. Dat gaat nou, erin. Kijk eens. We hebben 1,5 kilo lekker rundvlees. Vanmorgen vers gesneden. Van de koei. En dan hebben we hier de sterrenijs. En de sterrenijs die doen we even in een beetje kokosmelk. Wat we zachtjes aan de kook brengen. Ja, wel grappig. We maken dit keer de boemboe op de luie manier. Gewoon met de blender. Ik denk dat de meeste mensen tegenwoordig wel een blender gebruiken. De ui zit erin, de knoflook zit erin, een klein beetje olie zit er al in. Er gaat behoorlijk wat knoflook in, lekker. Verse knoflook. Wij hadden dit recept overgeschoord met knoflookpoeder. Wij gebruiken niet graag de knoflookpoeder. Dat is een heel klein stukje. Gember. Gember. En de rest van de gember bewaren we, die doen we er straks pas bij. Zo is die even maar. Dan kan de ginten erbij. Katoenbar, sorry. En een beetje in de war vandaag. Heb je het in de gaten? Te druk geweest vanmorgen met alles halen natuurlijk. Dan loop je hoofd over. Kijk, eventjes vijzelen. En dan ruik je het ook meteen, hè? Ja. Slik, hoor. Heerlijk. Dan de assem, oftewel de tamarinde. Die hebben we van tevoren in heet water eventjes wat opgelost. Er zitten altijd pitjes in. De pitjes moet je er altijd even uithalen. En dan is dit het resultaat, een heerlijke boemboe. Lekker makkelijk. Gewoon met de keukenmachine. Ja, zoals ik net al zei, steeds meer mensen gaan toch over op de keukenmachine. Alleen sommige dingen, ja, die moet je toch altijd eventjes in de chopper doen. Zo. Zo. Inmiddels is de kokosmelk lekker opgewarmd al. En dan mag lekker de boemboe erbij. Nou, inmiddels is de boemboe erbij. En dan, Peter? Nou, we laten het eerst op kleur komen. En als dat op kleur is gekomen, dan doen we de vlees bij. En de rest van de ingrediënten. Oké. Okay. Doen we nu al de... De jerpoert. Jerpoert bij. Ja. En de... Gember. Gember. En de laos doen we erin. Ja. Nou, roeren we dit eventjes door. En als het dan mooi verkleurd is, zoals Peter al zei, dan kan het vlees er zomaar in bij. Dan kan dit. Kan er dan ook bij. Ja, dat is die sterrenijs die we eventjes in kokosmelk meegekookt hebben. Dan wordt die een beetje zachter. En dan geeft hij ook lekker zijn smaak af. Ja. Ja, eigenlijk wordt hij nu ook al zachter. Hè? Nu kookt hij zomaar in ook mee. Maar ja. We zagen een omaatje doen en die deed het op deze manier en dan doen we het gewoon op dezelfde manier. Nou, meneer Goof is dan nu de eer. Nou zeg. Het vlees mag erin.
vlees. Een hoop vlees, ja, inderdaad. 1,5 kilo. Maar wij eten er morgen ook nog lekkerder van. En dat, ik zei al lekkerder eigenlijk, maar dat is vaak ook zo. Als je het de volgende dag eet, is het vaak nog veel lekkerder. Soms zou je denken van ik maak het vandaag klaar en ik ga het morgen pas eten. Maar als je het ruikt, dan krijg je honger. Krijg je eetdrang. En beetje bij beetje gaat het vlees erin. Dus we plonzen het er niet in één keer in, gewoon netjes, beetje bij beetje. Plons. En dan roeren we het zometeen. En dan kan het een tijd opstaan. Minimaal 3 uur. Maar ja, ik denk dat wij het zelfs misschien wel 4 uur op laten staan. Hangt er ook een beetje vanaf hoe het indikt. We gaan het in ieder geval later bekijken. Ja, kom maar. Ja. De rendang. Ligt hij er allemaal? De kleur is super. Dat ruikt.